Goedendag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We kunnen zien op de satellietfoto dat we te maken hebben met vrij veel bewolking. En er trekken ook een aantal buien over het land. En dat kunnen stevige buien zijn. Er kan natte sneeuw bij zitten, hagel en ook onweer is mogelijk. Verder schijnt ook wel op een aantal plaatsen de zon, maar dat is dan met name in het oosten en zuidoosten van het land. En in dat deel van het land vallen ook de minste buien. Het wordt vanmiddag zo'n 9 tot 11 graden en er staat niet al te veel wind, meestal zwak of matig. En als hij al wat matig wordt, dan baait hij uit noordelijke richting. Vanavond is het overal weer droog, komen er vanuit het oosten meer opklaringen. En halverwege de avond is het weer afgekoeld tot een graad of 5. Morgen hebben we het begin van een mooie lenteachtige periode. Het wordt 12 tot 14 graden en er staat wel een vrij stevige oostenwind, maar daar staat tegenover dat er geregeld zon is en het blijft overal droog. Ook de dagen daarna ziet het weerbeeld er heel aardig uit. Vrijdag zaterdag en zondag hebben we geregeld zon. In de middag een paar stapelwolken, al stellen die langzaamaan niet zoveel meer voor. De middagtemperatuur stijgt van 16 graden op vrijdag naar 19 of plaatselijk 20 graden op de zondag. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl